Nivon Almelo biedt leden en geïnteresseerden de meest uiteenlopende activiteiten op het gebied van vrije tijdsbesteding. Van langlaufen in de harts, wandelen, fietsen, een eetcafé, quiltgroep, tekenen, schilderen, een leesgroep tot lezingen en excursies. Verschillende werkgroepen presenteerden zich op de jaarlijkse wintermarkt die zondagmiddag werd gehouden in het Nivonhuis aan de Smetanastraat 55A in de Aalderingshoek. Robert Kramer van het Nivon, hier op de wintermarkt van het Nivon. Wat breng jij aan de man? Wat ik aan de man breng? Dat is een weekend langlaufen in de harts. Dat doen we één keer per jaar en komend jaar is dat op 9, 10 en 11 februari. En mogen alleen Nivon-leden daarmee? Nee, iedereen is welkom. Nivon-leden hebben wel voorrang en vol is vol. En ja, kunnen mensen zich nog aanmelden? Dat kan nog. Ik weet niet precies hoeveel plaatsen er nog zijn, maar aanmelden is altijd nog mogelijk. Uiterlijk tot 6 januari. Wij komen als vrouwen, ja, er zijn geen mannen bij, alleen vrouwen, op dinsdagmiddag bij elkaar van 2:30 tot 4:00. En dan gaan we quilten en gezellig praten met elkaar ook. Lekker klessenbessen bij de thee, hè? Ja. Maar kan iedereen komen? Ja, in principe wel. Het zou wel fijn zijn als je ook lid wordt van het Nivon dan. Dat is wel een beetje de vijs. En stel, ik weet er nog niks vanaf. Kan ik dan ook komen? Ja hoor, want wij hebben een aantal ervaren quilters. En die helpen je. Je begint heel voorzichtig met een makkelijke quilt. En die helpen je dan verder. Ja.